En jullie zijn hier vandaag voor het eerst. Wat het beschrijf is wat je net voelde toen je hier de trappen opkwam, wat het station eindelijk in Zandvoort. Ja, helemaal top. Echt waar. Ja. Bedoel, als je hier dat perron afloopt, je loopt naar boven, dan is het gewoon, ben je gelijk aan. Ja, die sfeer hier, het weer, het is echt helemaal top. We hebben anderhalf jaar op moeten wachten bijna. En de tickets moeten we reserveren, maar het is echt nu al wat meer dan waard. Ja, hoeveel geld hebben jullie ervoor over moeten hebben? Het zijn aardig wat knaken per kaartje. Maar, ja, vertel eens, 300? Na 400 euro per kaart zijn we wel kwijt. Ja. Oh, jullie hebben een goed lopend verhuisbedrijf, hoor ik al. Ja, precies. Ja. We klagen niet, het gaat goed in de markt. En je hebt ook zo'n groepsapp dan, waar je dan elkaar de afgelopen dagen helemaal in hebt lopen oppompen voor dit moment? Of? Ja, en we komen nu bij een soort van climax komen aan. Ja, precies. Maar zijn er nog niet. Ja. Eerst moet Max hem nog naar huis rijden. Ja, dat gaat toch wel lukken, toch? Laten we het hopen. Wat gebeurt er eigenlijk met jullie als het niet lukt, als ze niet winnen, als Max niet wint? Nou, ik word toch wel knap chagrijnig als hij de eerste bocht er gelijk uitvliegt dadelijk, hoor, moet ik zeggen. Dat meen je? Ja, zeker weten. Nou, kan het toch wel eens een spannende dag worden? Nou, ik heb er alle vertrouwen in. Ja. Ik heb gisteren de kwalificatie gekeken en hij zit er gewoon goed op. Ik spreek met de woordvoerder van Max Verstappen volgens mij, hè? Nee. Oh. Hamilton! Oh, Hamilton! Kijk! Je bent voor Hamilton? Nee, natuurlijk niet. Maar Max gaat winnen, toch? Vandaag. Tuurlijk gaat Max winnen. Max gaat winnen! Hey, is dit je eerste dag vandaag hier? Nee, al drie dagen. Al drie dagen. Leve de prins, prins Bernard. Troonswisseling, Bernard. We moeten door. De mooiste drie dagen van mijn leven. Wordt het je eerste dag hier? Nee, tweede dag. Tweede dag? Tweede dag, ja zeker. Hartstikke leuk. Neem het volk dan eens even mee. Mensen die er niet bij zijn. Ja, wat gaat er hier door je heen? Het is de tribune is mega vol. Het is gewoon zo leuk. Iedereen is vrolijk. En, het is gewoon super tof. Ja. Max Verstappen gaat winnen vandaag, hoor ik net in mijn oortje. Dat kan niet anders. Stel, hij wint niet. Wat gebeurt er dan met jou? Nou, mijn dag kan niet meer stuk. Ik ben vandaag jarig. Dus, lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Het is jarig in de gloria. In de gloria. Zesjarig. De glorie. Dankjewel. Nou, kijk eens wat ik voor je geregeld heb. Kijk, hartstikke goed. Fijne verjaardag. Gaat goed komen. En proost op Max.